Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Romein zoekt vrouw. Mijn naam is Yvonne Jasperia en vandaag ga ik voor 3 stoere Romeinen op zoek naar een passende partner om samen een leven mee op te bouwen. Allereerst hebben wij hier Cornelius. Hi, ik ben Cornelius. Ik ben dus zeg maar huurmoordenaar. Nou, iemand moet het doen. Hey, is dat leuk werk, Cornelius? Heel leuk en afwisselend. En ja, ik ben echt met mensen bezig. Maar ik zit thuis toch s'avonds wel echt alleen. En dan zoek jij? Een maatje, allesie. Een vrouwtje om een groot gezin mee te stichten. Nou Cornelius, wij gaan voor jou op zoek. Maar wij gaan ook op zoek voor Gerardus. Wij zoeken hem op in zijn smaakvolle hutje. Romein zoekt vrouw. Hey Gerardus, hallo. Hi Yvonne, ik ben Gerardus. Ik ben veedief. Nou, wat leuk en wat voor vee stil jij zo al? Koeien. Bijna altijd koeien, soms een schaap. Maar goed, ondanks je spannende werk mis jij iets hè, in je leven. Ja, Yvonne, ik zoek een vrouw om samen koeien te stelen en soms een schaap. En jij vindt helemaal geen leuke vrouw in Rome zelf? Nee, die zijn hier bijna niet. Nou nee, hoe komt dat dan? Dit is een stad vol tuig, Yvonne. Geen vrouw voelt zich hier veilig. Ooit weet word je mee een hut ingesleurd. Oh ja, is dat echt waar? Heb jij geen zin in een Romein, Yvonne? Nou, even lekker. Nee hoor, nee. Want wij gaan door naar de derde Romein, Fernandes. En Fernandes is een succesvol oplichter. Romein zoekt vrouw. Hé, wat woon jij hier leuk, Fernandes. Ja, dankjewel. Gezellig, hè? Maar ja, s'avonds slaap ik wel alleen, hè? Ja, jij zoekt een vrouw, hè? En kan je mij ook uitleggen wat voor een vrouw jij zoekt? Nou, gewoon lange blonde haren, strak lichaam, lekkere kont. En innerlijk? Geen bezwaar, innerlijk, als ze maar een lekkere kont heeft. 3 mannen van Rome zoeken een vrouw. Maar er zijn hier bijna geen vrouwen. Nee, en als ze er zijn, zijn ze of spuuglelijk, of oud, of allebei. Hey, die Sabijnen wel, hè? Die hebben dan al prachtige vrouwen. Ja. Hé, maar wie zijn dat dan, hè? De Sabijnen. Oh, die wonen hier verderop. Ja. Nou ja, daarom dacht ik, misschien moeten we die vrouwen van de Sabijners... versieren. Het hof maken. Wat blief? Nou ja, op zijn gemak stellen, lekker naar ze luisteren. Nee, natuurlijk niet. Gewoon jatten, roven, schaken. Zoveel sneller. Ja, maar wacht heel even hoor. Bedoel jij nou dat je die vrouwen tegen hun zin in gaat trouwen? Ja, hoe anders? Mevrouwtje Jasperia, waar je zo'n toestemming gaat vragen. Hey, we doen het zo. We nodigen die Sabijnen uit voor een feestje. Ja. Ja, voor wagenrennen in het Circus Maximus. Yes. Ja, dat is hartstikke spannend, zijn ze afgeleid. Hey. Als Romulus dan een teken geeft, dan steken we allemaal tegelijkertijd een zwaard in de lucht. En dan doden we die mannen. Ja, en dan roven we de vrouwen. Iedereen blij. Ja, maar ho, wacht heel even. Denk je dat die vrouwen daar ook blij mee zijn? Nou, maak je daar maar geen zorgen over, hoor, moppie. Zullen zij een leuke vrouw roven die bij ze past? En wat vinden die vrouwen daar eigenlijk van? Wij gaan het zien in deel 2 van Romein zoekt vrouw. Romein zoekt vrouw. Hé, nog één. Schat. Oh, heb ik iets gemist? Ja, Romein zoekt vrouw. Oh, met Yvonne Jasperia. Ja, oh, die vind ik zo leuk. Yvonne, ja! Mama, was het nou alleen maar knokken, moorden en vrouwen stelen in die tijd? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar het is allemaal zo primitief. Ik schrik daarvan. Oh ja, joh. Kijk eens in jullie krant. Alleen maar geweld. Jullie zijn veel erger dan wij. Ja, dat is ook wel weer waar. Applaus. Sabijn zoekt vrouw. Hoi, welkom bij Sabijn zoekt vrouw. Ik ben nog steeds Yvonne Jasperia en 9 maanden geleden hebben wij kunnen zien hoe de Romeinen de vrouwen roofden van de Sabijnen. En daar waren zij niet blij mee. Nee! Hoi, jullie zijn 2 Sabijnen. Ja, wij willen onze dochters terug. Wij willen wraak. Ja, jullie zijn hartstikke boos, dat begrijp ik. Maar waarom hebben jullie 9 maanden lang niks gedaan? Ja, we waren hartstikke druk. We moesten wapens kopen, we moesten trainen, we moesten rusten. Maar nu zijn we er klaar voor. Wraak! En daar gaan ze op de Romein af. Sabijn zoekt vrouw. Oh, mijn vrouw lieverd. Eindelijk. Kom. Niet zo hard voor de baby's. Maar we komen jullie bevrijden. Ons bevrijden? Wacht even, even time-out. Ik bedoel, ons huis is nu hier. Sorry. Ja, we zijn nu al gewend. Waarom komen jullie ons dan ook zo laat bevrijden? We hebben 9 maanden op jullie gewacht. En toen hebben we ons maar een beetje aangepast. Babytjes gekregen, gezetteld. Ja, nu vinden we het eigenlijk hartstikke leuk hier in Rome. Ja, jullie zijn tegen jullie wil gestolen. We hebben elkaar misschien een beetje op een gekke manier leren kennen. Maar ja, als we thuis waren gebleven, had je ons misschien wel uitgehuwelijkd in een of andere oude viezerik. Dus wat dat betreft... Ja, we zijn ons toch gaan hechten. We zijn nu helemaal gewend hier. Ja, dus echt super bedankt voor het redden. Maar wij blijven hier. En doe die bijl weg. Straks bezeer je iemand. Nou ja, zeg, we komen nog een keer iemand redden. Maar mag ik jou misschien wat vragen? Wil jij niet liever zelf een man uitkiezen? Eentje die bij jou past. Zelf een man uitkiezen? Welke eeuw leef jij, Yvonna? Zelf kiezen? I'll keep on dreaming, Yvonne. Wat een mooi einde. De vrouwen blijven uiteindelijk bij hun ontvoerders. Want het gaat er tenslotte om wat je hebt en niet waar je bent kwijtgeraakt. Dit was Sabijn Zoekt Vrouw. Ik was Yvonne Jasperia. Hoi!